Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we de tweede snede inkuilen bij de familie Mensink. En het ziet er goed uit. Het is maandagochtend, de hakslager is onderweg. Ik ga even een stukje plastic eraf halen. We zijn nu 5 weken na het inkuilen. Hij is goed gefermenteerd. Alleen hij lijkt best wel geel. Dat komt eigenlijk omdat de eerste snede te lang gemaaid is. Heb je wat meer stokkerig spul in de bult en dat maakt de kleur geel. En dat houdt ook in dat er weinig eiwit in zit. Een bruinere kuil bevat meer eiwit. Nou goed, de volgende snede is een stuk minder op. Die is wel eiwitrijk, die doen we er bovenop. En uiteindelijk voel je het allemaal in één keer. Dus daar maak ik ook die lasagne kuil, omdat de eerste snede is wel goed, maar valt weinig eiwit. Doen we een eiwitrijke snede bovenop. En dan is het weer gelijk getrokken, zeg maar. Dan kun je het elkaar opheffen. Dus dat. Zo, even kijken hoe het erbij staat. Het ruikt heerlijk. Het plakt ook, als ik bijvoorbeeld een balletje maak zo. Dan plakt het aan mijn handen. Dat betekent dat er suiker, goed suikers in zitten. Dat is ook een goed teken. Het is niet te lang gehakseld. Check. Genoeg gewicht op de bult. Check, het is niet te droog. Ik denk dat het 30-35% is, maar ja, ik denk het wel. Check, dus kans op succes zit er zeker in. Dit is dus een aangedreven wagen. Stel dat de bult te stijl wordt en dan komt er niet bovenop, dan zet hij de aftkast aan en dan draaien de wielen van de kar draaien mee. Die, duwen eigenlijk de trekker vooruit. En de trekker zelf trekt natuurlijk en daardoor komt hij de bult op.
Bedankt voor het kijken. Wil je nou echt meer weten over het inkuilen? We kijken even de inkuilvideo. De eerste video die online is gezet op mijn kanaal. En ja, dat is een uitgebreide video over het inkuilen. Dus kijk die maar even. Like en abonneer. Tot later.